Hey, welkom, goed dat je kijkt. We gaan het hebben over gekneusde ribben en hoe daarmee om te gaan. Ik wil je kort een beetje uitleg geven wat zijn nog gekneusde ribben. Kijk vooral tot het eind, want dan geef ik je ook advies wat je dan kan verwachten hoe lang je last houdt van gekneusde ribben. Nou, gekneusde ribben kan met allerlei oorzaken komen natuurlijk. Door het vallen, door een klap te krijgen, door ergens tegenaan te vallen, verzin het. En wat gebeurt er nou bij wanneer we een gekneusde rib hebben? Dan krijgen we heel veel last bij niezen, bij hoesten, wanneer we draaien en wanneer we bijvoorbeeld iets pakken van de grond of wanneer we heel veel lucht tot ons nemen. Het is namelijk zo, die ribben die zitten hier aan het borstbeen vast en aan de rug. Die lopen helemaal door naar voren en die longen zitten natuurlijk daarachter. Die ribben zijn eigenlijk een beschermingslaag voor die organen daaronder. Dus wat dat betreft fijn dat we een gekneusde rib hebben in plaats van een orgaan dat beschadigd raakt natuurlijk bij een val of een klap of verzin het. Maar wanneer we dus last hebben, dan is het zo dat die longen, wanneer die zich dus opblazen, dat die zorgt voor extra druk op die ribben. Maar ook die hulpademhalingsspieren, wanneer we die aanspannen, ook bij het niezen of bij het hoesten, die zitten tussen die wervels in, tussen die ribben in. Wanneer je die aanspant, dan komt er natuurlijk extra druk op die ribben te staan. Dus dat geeft klachten. Dus juist die activiteiten, je kan ze niet altijd vermijden, die geven klachten. En probeer zo min mogelijk extreme inspanning van jezelf te vragen. Dus merk jij met een bepaalde inspanning, zoals hardlopen, een sprintje trekken of zware dingen tillen, dat jij last krijgt, probeer dat dan iets te verminderen. Want juist elke keer in je mak zitten zorgt ervoor dat het herstel wat langer duurt. En over het herstel gesproken, het herstel van een kneuzing van de ribben, daar gaat bij een lichte kneuzing, gaat daar 4 tot 8 weken overheen. Wanneer je een flinke kneuzing hebt, kan dat 3 tot 6 maanden duren. Dat is een hele brede tijdspanne waarin het herstel plaatsvindt. Maar dat komt omdat er natuurlijk heel veel verschillende gradaties zijn van een gekneusde rib hebben en van wat jij van je lijf gedurende de dag vraagt. Hoe jouw fysieke gezondheid is, in hoeverre je sneller of niet herstelt en jouw leeftijd. Dus neem daar de tijd voor. Vraag niet de extreme inspanning van jezelf. Als jij klachten krijgt van bepaalde inspanning of activiteiten, probeer het dan iets te verminderen. Net even wat vaker hulp in te schakelen. Belangrijk dat je wel blijft bewegen. Dus juist lopen waarin je lichte rotatie van jezelf vraagt, zorgt ervoor dat ook die doorbloeding lekker op gang is en dat je je herstel bevordert. En mocht jij na het horen van dit filmpje toch nog even gezien willen worden door een fysiotherapeut, je kan altijd een fysiotherapeut ook vragen of die jou kan tapen. Dat kan soms net even die ondersteuning geven dat je wat minder last hebt. Daarnaast kan er helaas niet zoveel gedaan worden aan een gekneusde rib. Dus een heel fysiotraject heeft vaak geen toegevoegde waarde. Wel als je extra veel spanning in die nek-schouderregio ervaart bij het hebben van een gekneusde rib, kan daar wat verlichting aan worden aangebracht. Kijk daarvoor ook eens naar mijn andere filmpjes hoe je je nekspieren wat kan rekken, want dat geeft vaak ook wat extra spanning. Probeer de schouders wel lekker los te laten en niet in die beschermingsmodus te vliegen. En ik hoop dat je wat aan dit filmpje hebt. Heb je nog vragen? Laat vooral een comment achter. Vergeet je ook niet te abonneren op dit kanaal, zodat je mij steunt in mijn weg naar meer kennisdeling voor iedereen toegankelijk online. En dan zie ik je graag bij het volgende filmpje.